We zijn hier in bibliotheek Zegbroek en ik wil graag wat aandacht vragen voor drie bijzondere lokalen die we hier in de bibliotheek hebben. Het eerste lokaal is het jongerenlokaal, speciaal bestemd voor jongeren. We hebben hier een collectie boeken voor jongeren, tijdschriften voor jongeren. Je kunt hier rustig je huiswerk maken en je kunt ook chillen op de bank. Nou, om te lezen en voor onze betere woordenschat om te bouwen. Om boeken te lenen voor school. En om te lezen dan. Dit is lokaal 4, ons boekstartlokaal. Het is bestemd voor baby's van 0 jaar en hun ouders natuurlijk, tot een jaar of 2. We hebben hier knisperboekjes, plastic boekjes, badboekjes bijvoorbeeld. En die hebben we sinds een jaar ongeveer in de bibliotheek. En die moesten ook een plekje hebben. En hier hebben ouders ruimte, je kunt het zien, om gezellig met hun kind te zitten, rustig te zitten. De kinderen lopen niet alle kanten uit. Dit is lokaal 2 en lokaal 3, een flexibel lokaal. Dit is ons wijklokaal. Het wordt gebruikt voor activiteiten voor en door de wijk. We hebben momenteel een groep mensen die Nederlandse taalles krijgen. Maar we hebben ook activiteiten als een workshop van Wapper Kids bijvoorbeeld. Stichting Hindustani doet er activiteiten in. We hebben workshops gehad, visualiseer je toekomst. Echt van alles en nog wat. Hier geven wij taal in de buurt. Ze krijgen Nederlands. Deze mensen komen uit Suriname. Ze hebben in een district gewoond waar je niet zoveel scholen had. Of ze komen uit grote gezinnen waar ze op broertjes of zusjes moesten passen. Waardoor niet naar school zijn gegaan. Dus hebben ze nu de gelegenheid om Nederlands te leren. Ja, moet een beetje verder gaan. We moeten toch leren Nederlands taal spreken en ook Nederlands te schrijven. Voor de lesbezigheid, een beetje leren schrijven, met mensen ontmoeten. Ja, ik vind het leuk. Nou, ze kunnen naar Jonker Frans gaan, want dit is vanuit Jonker Frans, is ook in de buurt. En dan kunnen ze daar bij de receptie hun naam doorgeven, zeggen dat ze taal willen leren, of hier in de bibliotheek.